Welkom bij alweer de laatste aflevering van de driedelige serie Op de Step door Papendrecht. Ook in de natuur zijn ze altijd op zoek naar voedsel. Wat je verhaalt is lekker, zegt men wel eens. Wat eten wij eigenlijk vandaag? Wij gaan ook wat verder van huis deze keer. Maar nu eerst even op de step door Papendrecht. Er worden op dit moment diverse bruggetjes vervangen. Deze gaat zelfs voorgoed verdwijnen. Velen die hier op de Beatrixschool zijn gegaan, hebben deze brug vaak gebruikt. Enkele andere bruggetjes komen we vanzelf tegen. Als je het riool vervangt, kan je gelijk ook je straatje weer eens glad trekken. Ja, super mooi. De Staringlaan heeft ook het omgevingsgebied een nieuw jasje gegeven en ziet er weer netjes uit. Hier passeren we nog enkele bruggetjes. Ze waren aan het einde van een economische levensduur. Ook het bruggetje naar de sportvelden bij de Lage Waard is vervangen. Tijd om weer eens in de keuken te gaan kijken. Eet smakelijk. Een 5 kilometer lange wandeltocht genaamd Rondje Gorinchem. Hier een korte impressie. Nostalgisch gaan we nog één keer over het bruggetje bij de Beatrixschool, voordat het voorgoed gaat verdwijnen. Ook nemen we afscheid van het jaar 2020. De meest gehoorde uitspraak was: het was me het jaartje wel. De zorg bedankt voor de grenzeloze inzet. U heeft gekeken naar de laatste aflevering van de driedelige serie Op de Step door Papendrecht. Volgend jaar gaan we met een hagelnieuw programma Dwars door Papendrecht. We naderen het einde van het jaar. Houd afstand, maar blijf met elkaar verbonden. Steek geen vuurwerk af en wees innovatief met oplossingen. Een verfrissend 2021.
U bent ook volgend jaar welkom op dit kanaal. En ook voor het nieuwe programma Dwars door Papendrecht.